Voor het aanpakken van het zwerfvuil in het straatbeeld hebben wij twee verschillende ploegen. Enerzijds hebben we nu een meldploeg die de meldingen gaat oplossen van de mensen, de burger. En de drukke periodes zijn dat er tussen de 30 en 40 in de zomer per dag. Proberen zij die binnen 24 uur op te lossen. Als zij gedaan hebben met die meldingen op te lossen, gaan zij ook op pad voor het zwerfvuil te gaan verwijderen uit het straatbeeld. Daarnaast hebben we nog een extra ploeg met twee mensen die 24 uur op 24 inzetbaar zijn. Om dagelijks de stad proper te krijgen en te houden, zetten we toch redelijk wat materiaal in. Dat is aan de handen van straatafvalzuigers, de befaamde glutons, zeggen we. We hebben er zo 8 van. We hebben 3 kleine borstelwagens, 2 grote borstelwagens. We zetten een 6-tal camionetten in voor de zwerfvuil te verwijderen en de zwerfvuilbakjes te ledigen. We zetten een onkruidploeg in voor het wegnemen van onkruid op verharding. Al onze voertuigen binnen net de stad uitgerust met een track and trace, zodat we echt wel de kilometers, ook de brandstof kunnen opvolgen en dan kunnen we ook efficiënter plannen voor de netheid van de stad. De mensen die eigenlijk sluik storten zijn niet enkel de mensen die in de buurt wonen waar dat ze sluik storten. Ze doen eigenlijk ook wel veel meer moeite om ergens anders buiten hun buurt zakjes te gaan plaatsen, vuiligheid te gaan plaatsen, sluikstort te gaan plaatsen. En dat stellen we wel meer en meer vast. Over het algemeen is het eigenlijk wel properder aan het worden. Vooral door te sensibiliseren en de mensen bewust te maken van kijk, het kan niet meer. Het uitdelen van gasboetes is daar één van, meer op pad gaan.